De sprinter die vrijdagmiddag ter hoogte van het Rijdseplein op een goederentrein botste, is door een rood sein gereden. Het sein was niet voorzien van een zogenaamd ATB-systeem dat ervoor zorgt dat treinen automatisch stoppen voor een rood sein als de machinist niet remt. Omdat dit deel van het spoor als laag risico geclassificeerd is, zou dit systeem niet nodig zijn. Bij het ongeval raakten acht mensen licht gewond.